En ik ben afgelopen week ben ik heel erg druk geweest met Content Café. Ja. Eindelijk heb ik wat gedaan. Vertel, ik wilde daar namelijk heel graag heen, ja. Maar dat lukte natuurlijk niet. Nee, en ja, het was wel heel erg tof. We hebben, het format is heel erg simpel. Eens in het kwartaal, dan hebben we drie mensen die spreken, of drie sprekers die spreken. Op een avond op een locatie van een sponsor. Sponsor die, zeg maar, die geeft dan locatie en snoepjes, koekjes, chips, etc. En dat was dus afgelopen woensdag in Mangrove in Rotterdam. Ja. En er hebben drie mensen gesproken. Even kijken, moet ik het goed zeggen? Christian, Tamar en twee mensen die ik zelf heb aangebracht van de KLM. Dus Richard en Lennart. En die hebben daar gesproken. En dat was echt heel erg tof. Want het ging over responsive. En dat was natuurlijk ook de reden dat jij wilde aanhaken. Ja. En het ging dus met name ook over ja, wat voor problemen responsive dan eigenlijk oplevert als je websites maakt. Dus niet alleen voor je design en voor interactie, maar ook voor de content. Dus wat moet content dan in godesnaam gaan doen? En? Wat was de conclusie? We weten het nog niet. Oh, oké. Okay. Jammer. We weten het echt collectief. Ja, we weten wel welke richting we op willen en we weten wat de aard is van. Nou, welke richting willen we dan op? In elk geval waar de commerciële partijen naartoe willen is veel meer relevant worden en ook met content. Dus dat betekent dat responsive niet alleen responsive op je beeldschermformaat is, maar ook de mogelijkheden die op je apparaat zit, yeah. Wat het dan ook mogen zijn. En ook waar die is. Dus wat voor locatie of eigenlijk context die gebruikt dat wordt. Dat is altijd die context. Dat is echt de droom van de marketeer, ja. Of zo. En ik geloof er helemaal niet in. Ja, het is vaak, is het, want context is ook, wat zijn jouw behoeften? Wat voor gedrag laat je zien? Ja. Het is niet alleen waar ben je, ja. Maar ook bijvoorbeeld welke banners heb je weggeklikt. Ja. Misschien heb je bepaalde voorkeuren laten zien. Mm-hmm. En inderdaad, marketeers die geloven er heilig in dat ze relevantie kunnen automatiseren. En ja. Ik ben het daar deels mee eens, dat okay. Dat niet per se. Het werkt op zich ook wel, maar zo belangrijk is nou ook weer niet, denk ik zo. De grote gemene deler werkt. En ja. Net zozeer dat social search van Google en Facebook, dat het werkt van een heleboel mensen, want die vinden dingen die ze wel eens interessant vinden. Maar als je er echt heel erg kritisch naar kijkt, dan doen ze niet meer wat ze vroeger deden in elk geval. Kijk, eigenlijk het punt wat toen we begonnen met responsive design. Nou, daarvoor eigenlijk. Voordat we begonnen met responsive design, toen deden we allemaal aannames. Ja. Als iemand een mobiel heeft, dan is hij onderweg en heeft hij haast. Dat was een van die aannames. Ja, dus adressen en locaties. Ja, dus in plaats van dat we je de website laten zien, laten we je alleen maar het adres zien. Ja. Nou, dat bleek natuurlijk niet te kloppen, want de apparaatjes werden geavanceerder. En eigenlijk de grote les daaruit is, zodra je een aanname doet, kan je er eigenlijk vanuit gaan dat hij niet klopt. Ja, precies, ja. En gebeld. Oh. Ja. Gelijk even uit. Mijn moeder. Oh. Je bent in de uitzending. Wat is uw mening over content? Ja, dus je doet een boel aannames over ja, van alles en nog wat. Ja, maar goed, terug naar content. Want ik ben toch wel benieuwd naar hoe ga je daarmee om. Want het is toch wel een beetje, je hebt natuurlijk content die op een, als we het nou niet eens hebben over de context, maar gewoon puur over het is een klein apparaatje met een klein scherm. Ja. Daar past gewoon minder op dan op een groot scherm. Hebben jullie daar specifiek nog over gehad? Ja, nou dat was eigenlijk voor zo'n beetje elke spreker was dat de introductie. Dus de introductie is, oké, wat is responsive eigenlijk? Nou, er waren een heleboel soort van in dezelfde richting waren daar uitleggen van. En meestal ging het inderdaad over de schermen. Ja. Je hebt minder ruimte. En wat gaan we daarmee doen? Hoe zorgen we ervoor dat ook content zich daarnaar schaalt? Denk aan visuals bijvoorbeeld. Ja. Heel veel plaatjes die worden nu één op één kleiner geschaald. Denk aan grote headers van de websites van de meeste van onze klanten, maar ook een heleboel andere.
op je desktop heb je gewoon mooie vette banner of een heel mooi vette header en eronder content. Dat is heel prettig. Maar op zo'n klein rotschermpje heb je dan een hele grote visual met eronder één regeltje tekst. Ja. Dat is niet meer nuttig. Dus wat, hoe ga je daarmee om? Ga je dat hoger, kleiner, breder, smaller, ga je kroppen of wat ga je daarmee doen? Ja, ander interessant is natuurlijk het logo. Ja, het logo is... staat altijd linksboven op een website, maar ja. Zou die misschien naar beneden kunnen? Of heel klein linksboven? Ja, of search. Op een of andere manier denken dat nog steeds mensen dat search zo belangrijk is dat het helemaal bovenaan staat. En bij productwebsites kan ik me dan nog wel inkomen, maar... Ik weet het niet. Niet alle pagina's hebben een searchveld bovenaan nodig. Nee, je kan natuurlijk... Nee, zeker niet. Maar dat is ook een ding wat ik ook altijd zeg. Van, we beginnen altijd, als we een website gaan maken van de laatste 10 jaar, als het zeg maar... Dan maken we eerst de header. Die zetten we alvast neer. Ja. Zetten links de navigatie, rechts widgets... En onder zetten we een footer. Dat is waarmee we beginnen. Dat ontwerpen we. En daarna pas proppen we in het midden, in die ruimte die overblijft, proppen we de content. En als je andersom gaat werken, dus als je al die dingen die eromheen zitten, dat zijn linkjes naar weg van hier. Hè? Die helpen je allemaal om juist weg te gaan bij die content vandaan. Afleiding. Dus als je begint met die content, dan kom je op hele andere dingen, denk ik. Ja. Ja, je kan het ook zien als van wat is nou echt belangrijk op deze pagina? Wat wil je hier vertellen? Waar komen mensen voor? En dan zijn die dingen, dan merk je ook vanzelf van, nou, dit is eigenlijk niet belangrijk, want het leidt af. Ja. Kijk naar de.